Er is een strafschop bij Excelsior MVV en dan hoop ik voor de thuisploeg, Hans. Dat is inderdaad voor de thuisploeg, dus dat is goed nieuws. Het was een vrij vlotte aanval over de linkerkant van het veld, waar opeens Azarkan opdook. Nou, die zien we normaal vooral aan de rechterkant van het veld. En dus was iedereen bij MVV even verrast. Azarkan maakte het zichzelf niet makkelijk, want zijn aanname was niet perfect. Hij kwam eigenlijk aan de zijkant van het doel te staan. Maar ja, dan is hij zo handig. Hij wipt het balletje voorbij de keeper van MVV. En die is gewoon te laat en die haalt hem neer. En dan betekent dat een strafschop voor Excelsior. En het goede nieuws is dat er vanavond geen VAR is. Dus we gaan die beslissing ook zeker niet teruggedraaid zien worden. En dat betekent dat Garcius mag gaan aanleggen voor deze penalty. Scheidsrechter Manschot was resoluut. En hij gaat nu nog even een afspraakje maken met Matthijs dat hij op zijn lijn moet blijven staan. Alle spelers moeten natuurlijk buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal beroerd is. En dan gaan we kijken of Garcius koelbloedig is. Het fluitsignaal klinkt. Garcius met de aanloop. Daar komt hij. 1-0 voor Excelsior. En dat is dik verdiend, want Excelsior speelt heel aanvallend. Komt regelmatig voor het doel. Het is eigenlijk al de vierde grote mogelijkheid die Excelsior kreeg. En dat betekent dat Reda Garcius Excelsior op een 1-0 voorsprong zet hier op Kralingen. En dat wordt natuurlijk luid bejubeld door het publiek dat hier best wel in grote getale aanwezig is. Het is natuurlijk een doordeweekse avond, een bekeravond. Dan moet je toch maar weer zien dat je stadion vol komt, maar dat zit het. En deze 1-0 die wordt natuurlijk gevierd. Hele goede actie dus van Marouan Azarkan die de keeper omspeelt. Neergelegd wordt en dan is het Garcius die koelbloedig de penalty binnenschiet. Ja, dat is natuurlijk ook wat je van een spits wil zien en wat je ook van hem mag verwachten. En voor hem is het natuurlijk lekker dat hij op het scorebord komt. Ja, dat is toch een hele welkome opsteker voor Excelsior. Hier in de bekerwedstrijd tegen MVV en tegen Ajax moest Azarkan op de bank plaatsnemen. En ik heb het gevoel dat hij daarmee toch wel een beetje geprikkeld is. Want hij komt vandaag weer een stuk frisser voor de dag. En hij draait zijn tegenstander behoorlijk dol. Leroy Labile is dat. En we zien inmiddels dat Excelsior het met een lange bal probeert richting Garcius. Die kan het duel niet winnen, maar die tweede bal is voor Adrian Fijn, de Duitse middenvelder van Excelsior. Aan de rechterkant Garcius, goede combinatie. Azarkan, komt hij bij de keeper? Ja, dat komt hij. Wordt hij weer gelegd. En de bal rolt door. En dan is het een doelpunt voor Excelsior. Ja, dat doet de scheidsrechter wel goed, zeg. Het is Azarkan die daar doorloopt. Door de keeper wordt neergehaald, maar de bal schiet door. En daar staat Lazaros Lamprou. En die heeft de bal zomaar voor een leeg doel voor het intikken. Hele goede aanval van Excelsior, waarin Garcius opnieuw een heel goed kaatspunt is eigenlijk. Hij legt de bal heel goed op Azarkan. Die kan het strafschopgebied in, omspeelt de keeper. En ja, dan is het een overtreding van de keeper. Maar rolt die bal door, laat de scheidsrechter doorspelen. En kan Lamprou de bal inschuiven. En dat betekent dus 2-0 voor Excelsior. Wat een luxe hier op Woudestein. Nog even een beetje risico genomen door Waam, de aanvoerder van MVV. Maar uiteindelijk komt de bal in de handen van Matthijs. En ja, dat is dus ook zo'n keeper die eigenlijk het liefst de voetballende oplossing wil kiezen. En dat leidde één keer dit seizoen tot een hele pijnlijke nederlaag. Toen werd het 5-0 voor Eindhoven. En dat waren bijna allemaal opbouwfouten van MVV. En dat gebeurt nu weer, waardoor Excelsior gevaarlijk kan omschakelen. Paasje richting Garcius. Oh, die tikt hem in. Ja hoor. 2-0. 3-0 is het al. Ongelooflijk. Het gaat heel snel hier. Garcius krijgt de bal hoog in het 16 meter gebied. Hij brengt hem dan vervolgens op de strafschopstip. En daar is het weer Lamprou die kan afmaken. 3-0 voor Excelsior. Wat een wilde. Ja, en je hoort het wel hier aan de muziek en aan het publiek. Dat is toch wel een heel onverwachts mooi resultaat tegen MVV. Wat zo goed draait in de keukenkampioendivisie op de vierde plek staat. En ze hebben werkelijk helemaal niets in de melk te brokkelen vanavond. Excelsior is de betere ploeg. En ja, met name de drie voorhoedespelers zijn gewoon uitstekend in vorm. Julian Baas en Marouan Azarkan achter de bal. Baas gaat hem trappen over de muur. Oeh, op de lat! Zo! Prachtige vrije trap. Er zat niet superveel vaart aan. En Matthijs die reageert eigenlijk helemaal niet en die ziet de bal bovenop de lat vallen. Hele mooie trap van Julian Baas, de middenvelder die geboren werd in Dordrecht. Speler uit de eigen jeugdopleiding. We weten dat hij een goede trap heeft. Neemt ook alle corners altijd. En nu een kans voor Azarkan en daar gaat hij. Ja hoor. Jongen, ja, dat is heel slecht verdedigd van MVV. De bal schiet er tussendoor.
En Labiel moet die bal eigenlijk gewoon wegwerken. Maar hij raakt hem maar half. En dan staat Azarkan opeens vrij voor de keeper. En die schuift hem heel koeltjes binnen. 4-0 voor Excelsior tegen MVV. Ja jongens, wie had dat toch gedacht? Aan het begin van deze avond waar we zeiden, ja, neemt Excelsior dat bekertoernooi nou wel helemaal serieus? Want we spelen toch eigenlijk met een soort B-elftal, om dan wel respectvol te blijven. In ieder geval met wat andere spelers dan die normaal spelen. Maar ze hebben werkelijk geen kind aan de Maastrichtse voetbalvereniging. Het is 4-0 voor Excelsior. En ja, wat een wilde zeg hier op Woudestein. En het wordt met luid gejuich ontvangen hier op de tribunes. Azarkan heeft de bal aan de rechterkant van het veld. De kleine nummer 10 van Excelsior. Hij speelt hem naar Sibe Horemans. De rechtsback die zoekt de voorzet. Slecht geraakt, maar komt wel voor het doel. Nu Gassius. Kijken of hij iets kan verzinnen. Ja, hensbal. Jongen, strafschop voor Excelsior. Oh, het zit dan ook niet mee bij MVV zeg. Gassius met een lullig wippertje. En ja, aanvoerder Waam die raakt de bal dan met zijn arm. En die bal gaat op de stip. Het is net in het 16 meter gebied. Er is eigenlijk helemaal geen gevaar. En Garcius die denkt, ja, yeah, die eerste heb ik erin geschoten. Die tweede ga ik ook weer nemen. Even discussie. Wordt het Julian Baas of wordt het Reda Garcius? Maar Garcius, ja, dat is een echte spits. Die wil natuurlijk zijn doelpunt totaal op gaan krikken. En we gaan kijken of hij ook de tweede penalty van deze avond kan benutten. De eerste schoot hij laag en rechts in de hoek, links van de doelman. Doelman vloog toen de andere kant op, dus die had zijn huiswerk niet goed gedaan. Kijken wat hij nu doet. De aanloop, het schot, dezelfde hoek en weer een doelpunt. Matthijs gaat nu wel naar de goede hoek, maar hij kan er niet bij. Het is 5-0 voor Excelsior. Ja, je zou bijna denken dat Excelsior tegen een amateurclub speelt. MVV wordt aan alle kanten voorbij gevoetbald. En heeft dan ook nog de pech dat het zo'n lullige handsbal tegenkrijgt in het strafschopgebied. Een bal tegen de arm. MVV nu met een voorzet. Een kans en een doelpunt. Zo, dat is toch even opeens een hele aardige aanval van MVV. Over de rechterkant van het veld. Het is Kleine die een voorzet heeft. Nee, ik denk dat het Van Bommel was. En het is Koen Kostoms, de spits die er nog steeds in staat. Die met het hoofd vanaf de 5 meterlijn eigenlijk simpel kan binnenkoppen. Norbert Alblas is volkomen kansloos. En dat betekent de 5-1 in de 65e minuut. Ja, je gaat mij niet vertellen dat het nog spannend wordt vanavond. Maar het is toch wel even een vervelende oprisping van MVV voor Excelsior.